Ja, en de jongens die maken het schilderij klaar om te vervoeren, want dat moet in de camper mee naar Spanje. Dat gaan we in de alkoof onder het matras leggen. Het is net krijgertje, maar dan anders. Ja. Nou, goeie reis. Tot ziens. Doei. Michelle mag eventjes kijken hoe dat nou zit in zo'n camper. Dus ik zeg tegen haar, ga maar lekker zitten. Ik stap straks al in en dan zeggen we wel gedag. Dus dat komt helemaal goed. Kan ik ook eventjes filmen dat hij wegrijdt. Tenminste, dat hij hem uit het parkeervak rijdt. Nou, hier waren wij dus. Drie nachten. Vrijdagavond, zaterdagavond, zondagavond. Drie nachten. Ja, heerlijk gehad bij Michelle en Jaap. En Senna en Lucky, dat zijn echte hele dikke vriendinnen de hondjes. Die kunnen ook zo fijn spelen met elkaar. En Michelle zegt ook, ja, Senna die speelt niet zoveel meer met andere honden. Want ja, ze heeft wat mankementjes. Wat lichamelijke mankementjes. En ze is al 8, dus ze gaat dan niet zo makkelijk in zijn pijn, een hondje. Medicijnen. Maar goed, nou ja. Michelle zwaait al. En wij gaan nu naar Zeist, schilderij afleveren. Daarna gaan we als de Sodewega gaan wij naar Bergeijk en vanavond naar Sprangkapelle. Kijk eens. En ik sluit hem af, jongens. Later. Doei doei. Zo, even een sanitaire stop en dan gaan we zo weer verder. Nou jongens, we zijn weer bijna op de bekende plek. We gaan naar Fransen van de Puttelaan. En dan zijn we weer bij Pieter en Marga. In het mooie Zeist. Ja, hij kan. Oh ja, dan. Nou zeg. Onthul ik officieel de Raad van Toezicht. Oh, wat mooi. Ik ben zo benieuwd. Twee, voor vanmorgen. Twee. Hoppakee. Oh. Mooi. En ze werken nog mooier dan het plaatje wat je stuurde. Fantastisch. Superleuk. Mooi gedaan. Nou, je bent top. Een echte kunstenares, weet je dat? Graag gedaan. En je kan ook nog van die lijsten kopen waar je hem in kan. Ja, zet hem even wat meer diepte. Dat, ik heb ook nog een tekstje achterop gezet. Oh. Bovenin. Op de voor Marga en Pieter, Raad van Toezicht. En goed gespeld ook. Ja, hè? Kijk, er staan die lieverds. We zijn in Bergeijk aangekomen en hier gaan wij een dagje staan. Draai hem even om en vanavond gaan we weer verder, want dan zijn we weer in Sprangkapelle. Ja, we zitten weer in de camper en het is maandag. Avond. Het is 8:05 en we zijn nu onderweg naar onze vrienden Carlo en Katelijn. Katelijn en Carlo. En die wonen in Sprangkapelle. We hebben lekker Chinees gegeten. Babi pangang, chap choy, fuyum hai ook, hè? Ja, en kuroyok.
Lekker Yolouk, voor jou Rai. Lekker nasi, lekker babi. Helemaal super. Soepje vooraf. Oh ja, soepje vooraf. Kipsoepje of een tomaatsoepje. En geen sambal bij. Maar het was hartstikke lekker. Nou, dit is onze laatste rit voor vandaag. We hebben een aardig stukje gereden vandaag. En morgen blijven we nog even bij Carlo en Katelijne. En dan woensdag gaan we weer reizen, langere reizen. En dan gaan we naar Frankrijk. En ik denk niet dat we de eerste nacht al aankomen bij kasteel van Oude Emmy. Maar misschien de tweede nacht. We doen het gewoon lekker rustig aan. Dus dan komt het helemaal goed. Zo. Sprangkapelle. Nou, dat ziet er super leuk uit. Links afslaan naar Wendelnesseweg Oost. Voor het water. Ja, dit weet ik nog wel van vorige keer. Ja. Leuk hè? Over 1,3 kilometer. Links afslaan naar Heijstraat. Ja, beste kijkers, we zijn met Carlo en Katelijn in de Biesbos. En we gaan een heerlijk stukje wandelen. Dus we sluiten de boel af. De trekker staat op meldingen. Heb jij de campersleutel bij je? Oké, belangrijk. Dus we nemen jullie mee op wandeling. Gaan we die kant op? Kijk dat dak. Even on our worst day, we're better than the rest. Starting from the first day, we've always been so blessed. We never have to worry about what life might throw at us. Because we have each other near, we've got who we can trust. I love us, who'd we rather be? I just have to look around, there's no one else I see. I love us, every day is fun. There's nobody else for me, you're the only one. I love us, making today our best day is what we try to do. Nothing gets in our way, the tough times we get through. Little things that could become bigger things aren't there. They keep on staying little things because we really care. I love us, who'd we rather be? I just have to look around, there's no one else I see. I love us, every day is fun. There's nobody else for me, you're the only one. I love us. Everybody knows it. Here's what people say. En we zijn weer aan het einde gekomen van deze mooie zonnige wandeling. Ja, Leo zit al in de auto
En Carlo en Katelijn gaan ons uitzwaaien. Ik doe Lucky in de camper. Ga er maar in, Luc. En ik controleer nog eventjes alles. Of alle deurtjes goed zitten. En het gas was al uit. Ijskast, de gewone controles. Leo start hem al. Ik loop er weer uit, Leo. En dan gaan we weer rijden. Even de slierten naar binnen. Want ik wil niet dat ze tussen de deur gaan. En die op slot. Deze dicht. Het is klaar. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Nou. Een ervaren chauffeur, hè? We zijn weer klaar voor vertrek van deze camperplek. Gisteren had Leo al verteld dat er koeien show is met paarden, koeien, noem maar op. Maar wij gaan door. Wij gaan naar de buurt, naar boven Dijon is het plan om daar vannacht te gaan staan. Ja, het is hier mooi hoor. We zijn niet het stadje ingegaan. We hebben gewoon lekker een rustige avond gehad. Komen wij de camperplaats af en dan staan hier bussen voor ons. Die kindjes die komen allemaal naar die koeien en die paarden kijken. Dus wij moeten nog eventjes wachten, want iedereen moet er even langs. Kijk hier tussendoor. Lekker druk.
Paolo. We zitten lekker in de schaduw, want het is behoorlijk warm. In Frankrijk zijn we nu. Vanmorgen waren we in Sedan en nu zijn we in, weet ik niet. We zijn nog een beetje suffig. Maar we gaan straks even binnenkijken of eigenlijk omhoog kijken. Want er is hier een Engels stel. En die hebben ook een hele leuke North Star van, een daktentwagen. Made in the USA. Ja, het is een Amerikaanse merk en ze kunnen er ook afhalen. Maar ik mag straks kijken. En ik denk dat jullie dat ook wel leuk vinden. Want dat is, dit is weer een heel ander type als wat we vorige keer hebben gezien. Ik draai even beeld om, kunnen jullie even meekijken. Ja, het is zoals je ziet met een opzetdak. Hier zo'n wat uitschuiven. Ja, toen ze aankwamen rijden was dat nog niet. Dus hij deed een knopje indrukken en toen ging die stukje hoger. Ja. Maar we gaan straks bij elkaar in de camper kijken. En dat vind ik altijd wel erg leuk. Ze hebben ook een heel leuk hondje met een speciale naam. En Luc en dat hondje hebben al gespeeld samen met elkaar. Nou, we staan hier echt prachtig. En even bijkomen jongens, naar zo'n reis van vandaag. Ik weet niet hoe ze heten, maar die mevrouw heeft vanmiddag in het Lake Annecy, het meer van Annecy, in Frankrijk gezwommen. En nu is haar man is even een waslijntje aan het maken. Kijk eens. Ja, ze hebben natuurlijk een natte bende bij zich. Ja. Je wordt hartstikke creatief hoor. Met, hoe minder ruimte, hoe creatiever je wordt. Kijk, gaat hij even de badpak ophangen. Oh nee, de badjas. Ja, een badpak denk ik. Nou, is een whatever. Zo. Ja, het is een wendbaar hondje hoor. Kijk daar nou, onder. Ja, kijk eens, ik sta hiernaast. Ik heb hem nog niet eens voorgesteld, maar we don't know your name. I'm Melanie. Melanie. I'm Graham. Graham. Melanie Graham, Yvonne Leo. Can I look into your van? Yes, of course. Of course. It's your tour? Tell me all about it. Well, you saw it when we arrived. We put the legs down, which generally happens when you take it off. So it ties to the truck in four different places. One there, one on the tow bar, and then two at the front. And then you undo these, wind the legs down, it lifts the entire unit off, and then you can drive the truck out from underneath. Then you drop it back down, because it's not very stable when it's at high with no truck on there. It drops all the way back down, and you could use it like a caravan on a campsite. We do it on our driveway so that I can then use the truck. And your lady, she told us you put on a button and the roof went up. So it's literally a press of a button. There's three struts inside, two sort of, you'll see them when you go in there, and it just raises up with the electric bit there, so pops back down. Yeah, that's it didn't come with a handle, so I thought. You see what it is? Yeah, it is een handvat. Yeah, but yeah, it's used for put up glass. I've got two of them, so I have a spare. You can see I had the other one on at some point. Oh yeah. You'll have to excuse it. We've been driving for 2 weeks, it's very dirty, so of course. But yeah, where do I start here? This is the Edges. Yeah. And we've actually got three. It was made for two Caligas, the 3.9 kilograms, which they've now stopped making in the UK. So
so I've had to switch over to, which is better because this is camping gas, which I can get here as well. And actually it fits three of them in, they're quite small. Okay. Small ones. And it still gives me room for all of my cables and other bits and pieces. I might as well get that out while I'm here and I'll show you the, that is for the side shower, which I'll show you. Oh, for the buitendouche. Kijk, O heeft een onze watertank. Dat is even handig. And then we've got a hot water boiler in there, so you can have a hot and cold shower. Wow. How many liters? I'm trying to remember how many liters is the tank. Was it about 60 or something? I can't remember how many liters that the tank is now. I'm not very good with the stats of it. It's I can show it to you. It's a fairly big tank. You know, we've only filled it up once since we've been away. So we haven't had really any showers because we do that only when we go to the dog. And that's dirty water? Yeah, so then you've got the outlet here that doesn't come with a grey waste tank just because of the space. Yeah. So that was my little invention. That's actually a petrol. That's a diesel tank for a heater. But it works, you know. And it's only when we use the sink to clean your teeth. It's 2 liters? I think it's actually nearly 5, it's like 4.5. Oh, wow, it's smart. It's enough just to do that and then get rid of it. You can just tip it away and it's quite easy. So and that this is your boiler? That's the heater. That's the heater. So we just got it's a Dometic heater. This all came over from the US. So North Star have been making these in the US for about 60 years. A little badge on the back saying that. Yeah. You know, so this has been massive in the US. Not so much in the UK. We've seen a couple here in Europe, and we know there's a few more dealers in Europe. Yeah. But, er zit dus boiler in, er zit een verwarming in, er zit een buitenlicht bij. Dat is allemaal wat het allemaal heeft. Oh, she really is going for it. Oké. We stappen het trapje op en we gaan even binnenkijken. Watch your head, Oh, this is oké. Dit is niet normaal. Dit zijn gewoon, het is gewoon een tweepersoonsbed. Yeah. Two people bedroom. Yeah, so the bed it's very big. The bed is a standard double. Yeah, Max fan. And it can and you can keep it made up, you know, duvet and pillows, and the roof just comes down right on top of it. That's really handy. Also, I'll show you a little trick. We don't have much storage in here, but under here. Oh, under het bed. Moet je kijken wat de ruimte hier allemaal. So you get quite a lot of storage under there. This is a fairly weird one, but it's like a bit of a vanity area, like a, you know, makeup. Like a kind of a bathroom. Makeup mirror. You can't get much in there, but I think that's they've made the most of that. Okay, it's a very big fridge as well, fridge. Because it's bigger than ours. It's American, isn't it? They like big fridges, so they sure do falls for out, the beer. But yeah, you can get a lot in there. Kijk eens jongens, we have enough to eat for the night. yeah, that's show the cupboards by the size. Oh yeah, when I pull this down, they've got Het bed gaat weer naar beneden. Maybe that side you'll be able to see. And down the side here, you've got little... Kijk, heeft kastjes daar allemaal. Two little cupboards down the side as very well. Small. So there is a little bit of storage in here. And the other side as well. Yeah. Even you have storage space on the side. Yeah, but obviously once the roof comes down, these are the electric struts here. Oh, so you've got one there, and one at the back. So it's just a press of a button, which is all down here. So down here. This one pulls the roof up and down, so it just comes down like that, and then comes up again when you do that. So it is very easy at a touch of a button. Very smart. Yeah. And then you've got your water pump and your heater, the one USB that I mentioned, and then all your water tank in there, your hot water tank, and all the fuses. So that's sort of where all your workings are. The actual we have a little toilet, portable toilet that slides out, and then under here is the water tank. So I'm trying. Oh, that's your battery for your other things. This is a separate one. Yeah. Yeah. So I've got a battery which we run everything off,
But this one here is a sort of an additional one, basically. Okay, so it's okay. A bit of a extra power, because the one we've got is only 100 amp hour. It's not huge. No, you know, it's enough to run the fridge, but we then can run other bits and pieces over here. Even you have what do you need for fire? Yeah, we've got I think it's a fire and carbon dioxide monitor as well. Very good. So it's really good. Yeah, and then this bit here, you can actually take this bit out, and it makes a little C shape with a little table that goes in here. Yeah, a lot of space. So in it's here. Like a little dinette area. It's nice. Basically. So beautiful for being on the back of a truck, you know, it's not too bad, is it? No, you know? It isn't. It's really great. And the bed is very comfy. That was one of our key issues. Was great. You know, you do have to climb up into it, so it's a bit of a, you know, while we're still young enough to do it. You are. But, you are. Thank you very much. This is really great. No, it's all right. And I love the windows because you have a screen for the flies as well. Exactly. You know. But there's a wasp. House. But yeah, all the windows that fold down have all got that, and then screens. Obviously you then can just have the window. Beautiful. On it. And then it's pretty insulated. You know, obviously it dropped down to about 2 or 3 when we were up in the mountains. So you know, okay, with a little not bit cold. Of blast of a heater. Okay. You know, yeah. It's pretty good. Yeah, and obviously nice little cooker there, which is quite nice. So yeah, it's enough space. It's sort of got everything you need, it's great. But just in a compact, area. Compacter ruimte. Yes, I said you can put the table. We've got a table. Okay, and a prullenbak. And as ik eruit ga, dan ga ik even tevoren. It's okay. We'll hold on to the. Maybe I'm 60, but still young. Yeah, it's okay when you get used to it. Yeah. You just have to watch your head. Yeah, you okay. Come out. Wil je kijken, Leo? Het is echt heel groot binnen. Gaan even kijken. Ja. Leo gaat ook even kijken. With you. Yeah. Denk om je hoofd. Just watch your head. Yeah, it's quite low. Yeah, that's the one. You have to be a little hobbit door. This is also a bed for third person. Yes, you should. Yeah. Gaaf, hè? Ja. Ja. Nice, actually. Yeah. That is just the North Star. You know, when you drop the roof, you can still, you know, get in there and sit. You know, the roof's like here, but you can get stuff out of the fridge. Yeah, and, I made lunch in there this morning. You know, without popping the top up. You know, so. Ik maak even een rondje om deze bijzondere auto. Er zit een dealer in Engeland. Maar als er een dealer in Engeland zit, dan denk ik ook wel dat er ook wel een dealer in Nederland zit. En kijk eens even aan. Even naar de grill. Dat is echt een mannending. Het is dus is gebouwd op een fort. Want die man zegt ook, ik kan hem eraf halen, want het is ook mijn dagelijkse auto. Een Ford Ranger. Ja, en dan de goede ding is having it. De reden dat ik een double cab, number one, the dog, that's where the dog goes. En ook deze stoeltjes en die tafel, de hondenmand, alles komt uit de fort. Binnen ook voldoende ruimte. I've got older children. Mooie leren bekleding. In their mid-twenties. Kijk eens. They're not interested in coming with us. We gaan even een rondje maken. Op dit campingje. Speciaal voor de vans, de caravans, de tentjes. En dat ziet er onwijs mooi uit. Kijk eens, jongens. Dit is toch wel een heel mooi plekje. De zon gaat net onder. Daar zijn nog plekken. Zie je allemaal, bijna allemaal, een eigen stroompaal. Het ruikt heerlijk hier, want de mensen zijn al lekker aan het koken. En op die site is het ook heel handig dat je kan zien hoeveel plekken er nog vrij zijn. Lucky, kom eens hier. En je kan vooraf reserveren, maar dan moet je wat extra's bijbetalen. Nou, dat doen wij niet. Hier is de verzorgingsplaats.
Hier zijn hondenzakjes, daar neem ik er zo eentje van mee. Kom, Luc. De slagboom. En dan komen we bij de wastafel. Er is zelfs een droger. Of is het een wasmachine? Mix, katoen, snel, intensief, jeansport. Nee, dit is wel een wasmachine, denk ik. Temperatuur. Ja. Sanitair voor dames en heren. Lekker genderneutraal. WC. Ziet er keurig uit. Er is zelfs wc-papier. Hier heb je een... Ik denk de douches. Hier zijn ook wc's. Dit is een... Oh, een douche met een stortbak. Kijk jongens, hier moet je een touwtje trekken. Grappig. Dan gaan we vanavond eventjes uitproberen en jullie erover vertellen. Hier zijn nog bankjes. Hier kan je nog omkleden verder. En allemaal boeken. Nou, hier zit misschien wel wat te lezen bij. Hele mooie ruimte. Met vier douches. Een toilet. En nog een toilet. Ja. Kijken waar Luc is. Luc, waar ben jij? Picknicktafel. En moet je zien, jongens. Wat prachtig hier. Een aanrader. Hier nog meer wasbakken. Waar is die hond nou gebleven? Kom hier. Kom zo hoor. Hier hebben we nog wat vuilcontainers. Kijk eens aan. En dit is de achterkant van het gebouw. Wat hebben ze hier nog? Ik weet niet of dit... Volgens mij is dit gewoon dicht en is dit van de sportvereniging. Ja, dit is dicht. Die is ook dicht. Dus dat is privé. Ga mee, Luc, kom. We zitten midden in een natuurgebied. Nationaal Park. En zo kom je dus aan rijden. De plekken. En het kaartje wat je hiervoor houdt. Je pas. Dan gaat de slagboom open. Prachtige plek. En hier richtingsverkeer. En die meneer heeft een hele mooie scooter achterop. Een Italiaanse Vespa. Hallo. Kijk eens wat mooi. Dat is leuk, hè? En ik heb het rondje weer gemaakt. Ja, ik heb er nog een plekje voor de buren. En we hebben hier nog twee. Wij zitten heerlijk in de schaduw. En dat was de korte rondleiding.